harte welkom bij deze editie van de Tafel van Martinus. Fijn dat jullie er allemaal zijn gekomen. Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben jullie presentator. En een aantal mensen heb ik al eerder gezien voor de mensen die er voor het eerst bij zijn. Het is een interactieve talkshow. En dat betekent, ik ga allerlei mensen hier interviewen. En daarna is er aan jullie ook alle gelegenheid om al je vragen te stellen. Dus doe dat ook vooral. En ik moet jullie ook een klein beetje waarschuwen. Soms doe ik dat ook ongevraagd. Dan sta ik ineens voor uw neus, omdat ik altijd gewoon benieuwd ben. Als u dat nou niet wil, moet u gewoon zeggen, Richard, loop maar even door. En dat begrijp ik bijna altijd. En uiteraard ook welkom namens Studium Generale. Wat we gaan doen is allerlei actueel wetenschappelijk onderzoek met jullie doornemen. Veel dank nogmaals aan Alina Shu, die zag u net al even. Normaal zingt ze ook, maar ze had helaas, ja, zo gaat het dan, stemproblemen, waardoor ze vanavond niet kan zingen. Maar straks komt ze nog wel een keer terug en ik mag haar gelukkig nog wel een paar vragen stellen. Dan kan ze zich uitgebreider nog even voorstellen. Ook aanwezig, alvast even in het kader van de huishoudelijke mededelingen. Hij zit daar rechts vooraan, striptekenaar Jeroen de Leijer. Dat is een beetje onze vaste columnist, maar dan in beeldtaal. En op het einde gaat Jeroen ons verrassen eigenlijk met een soort beeldverslag van de hele avond, mag ik het zo noemen, Jeroen? En tussen die tijd, mocht er iets heel actueels gebeuren, breaking news, mag je ook altijd inbreken. Zullen we het zo afspreken? En fijn dat jij er bent, Jeroen. Dus die krijgt u allemaal na afloop te horen. Ja, en dan stel ik voor dat we gewoon snel gaan beginnen met onze eerste gast. Geef me een hartelijk applaus. Sander Baks. Kijk, we hebben twee exemplaren, Sander. Ja, pak de microfoon er even bij. Ja, heel goed. Fijn dat je er bent. Laat maar even met voorstellen beginnen. Wie ben je, wat doe je en vooral natuurlijk wat doe je aan de universiteit? Ja, nee, ik ben Sander Baks. Ik werk als hoogleraar onderwijs en cultuur bij het departement cultuurwetenschappen van de Universiteit van Tilburg en bij het Tilburg Center for Learning Sciences. Dus ik geef les over de Nederlandse literatuur aan studenten die cultuurwetenschap studeren. Ja. En ik geef les over literatuuronderwijs aan studenten die leraar Nederlands willen worden. Ja, en de reden dat we jou hebben uitgenodigd is natuurlijk het verschijnen van dat boek Schrijvers, Mythen, Literatuur en Schrijverschap tussen 1880 en 2020. Hoe ben je op dat idee gekomen? Net als Archimedes, je lag in bad en je dacht ineens Eureka of ging dat anders? Nee, dat ging wel ietsje anders. Ik heb in 2015 een boek gepubliceerd dat helemaal gewijd was aan Harry Mulisch. Een schrijver waar ik als jonge student een klein beetje verliefd op werd, wat mijn lievelingsschrijver werd. En aanvankelijk wilde ik dat boek helemaal schrijven over zijn werk, want ik vond eigenlijk dat de rest van de wereld dat werk niet zo goed begrepen had en ik zou dat dan wel begrijpen. En dan keek ik altijd op televisie als hij, en dan kwam hij weer eens bij Pauw en Witteman of bij Matthijs van Nieuwkerk. En dan dacht ik altijd van, ach, waarom stel je hem toch van die stomme vragen de hele tijd? Vraag hem nou eens iets goeds. En langzaam maar zeker begon het besef bij mij in te dalen dat dat eigenlijk de verkeerde houding was. En dat ik eigenlijk moest proberen te begrijpen wat er nou aan de hand was als die schrijver daar op televisie zat. En als hij bij Matthijs van Nieuwkerk, dat is inmiddels ook cultuurgeschiedenis, maar dat was ooit een presentator van een belangrijk televisieprogramma. En Harry Mulisch is daar 9 keer geweest door de jaren heen. Ik ben op een gegeven moment naar het archief gegaan en heb achter elkaar door al die 9 afleveringen gekeken. En toen viel mij dus op dat er elke keer min of meer dezelfde vragen gesteld werden. Ja. En toen dacht ik, hey, volgens mij is hier meer aan de hand dan een interviewer die iets wil weten van iemand. Hier ligt een soort logica achter. Ze stellen vragen waarvan ze weten, dat werkt goed bij de kijker. En de kijker die kijkt ze niet alle 9 achter elkaar, dus die merkt dat niet. Dus het heeft een beetje te maken met het feit dat zo'n schrijver is een publiek figuur. Daar hebben we een bepaald beeld bij. En is dat een beetje de mythe? Zo van dat beeld wat we hebben, dat is misschien anders dan de authentieke figuur. En dat onderzoek, daar gaat jouw boek over? Ja, dus je ziet bij Mulisch, maar je ziet het eigenlijk bij alle schrijvers die vaak in de media komen, dat ze in de loop van hun leven steeds dezelfde verhalen over hun schrijverschap vertellen, dezelfde verhalen over hun leven vertellen. En dat interviewers die dingen ook beginnen te vragen. En dat op die manier een beeld ontstaat van iemands schrijverschap. En wat ik in dit boek heb gedaan, is bij Mulisch ging dat echt helemaal over hem. En hier heb ik eigenlijk die hele ontwikkeling van eind 19e eeuw tot nu. Hoe is dat eigenlijk, heeft dat zich ontwikkeld? Daar gaan we het natuurlijk over hebben. En een aantal van die rollen. Ik kan me voorstellen, hè, ik las bijvoorbeeld, je hebt de anti-burger, beschrijf je. Je hebt de grote schrijver of de literaire beroemdheid. En zo zijn er nog meer, maar haal Mulisch er maar eens even uit. Welke rol is die dan? Ja, Mulisch die heeft eigenlijk in zijn loopbaan 3 rollen gespeeld. Hij begon heel erg als wat ik in mijn boek de autonome schrijver noem, of de dode auteur. Iemand die zegt, Mulisch zegt ergens, een schrijver hoeft in zijn werk geen meningen te hebben. Personages hebben meningen. En als schrijver construeer je dat en blijf je daar zelf buiten. Maar ja, iedereen die iets van Mulisch weet dat hij wel degelijk meningen had. En dat er ook fases in zijn leven waren dat hij die heel
manifest naar voren bracht. En in die tijd ging hij veel meer de rol van publiek intellectueel spelen. Iemand die op het podium wil komen en zich met de wereld wil bemoeien. En tegelijkertijd speelde hij ook de rol van literaire beroemdheid. Want wat ik net over vertelde, dat iemand tot op hoge leeftijd het goed kan doen in een programma als De Wereld Draait Door. Daar moet je een zeker talent voor hebben. Precies. Dus hij haalde die drie rollen, speelde die eigenlijk voortdurend door elkaar heen. Ja. En je zag al, het is ook een soort ontwikkeling, hè? Want je gaf al een aantal rollen ook aan. En aan het eind van de 19e eeuw, hè, daar begint jouw boek, dan is de schrijver eigenlijk een beetje een kunstenaar. Misschien een beetje een bohemien, een dandy, een beetje Vincent van Gogh type. Ja. En die moet het ook vooral belangeloos doen. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Ja, dus wat ik laat zien is aan het eind van de 19e eeuw, dat is jij noemde dat woord net al, de schrijver als de anti-burger. En daar horen inderdaad die rollen bij die je net noemde, de dandy, de bohemien. En dat betekent dat je als schrijver, je moet anders zijn dan een burger. Je mag alles zijn, maar je moet je afzetten van die burger, je moet je anders gedragen. En daar hoort bij dat je ook het idee wekt dat je het om alles doet, behalve om geld. Dus je mag er geen geld mee verdienen, vandaar dat de Baudelaire zo'n mooi type is. Je moet eigenlijk je leven offeren aan de kunst. Dat is het idee. En je moet ook politiek onafhankelijk zijn. Dus je moet zorgen dat je je niet met politieke meningen inlaat. En je moet voortdurend zorgen dat mensen wel zien dat jij uitzonderlijk bent. Hè? Ja. En wat ik eigenlijk in dit boek zeg is dat maar die conventies van belangeloosheid, onafhankelijkheid en uitzonderlijkheid heel lang in die 20e eeuw het beeld van schrijverschap hebben bepaald. Maar dat langzaam maar zeker gaat interacteren met dat mediabeeld van de schrijver. En dat er dan opeens andere dingen van de schrijver verwacht worden. Want dan moet je namelijk succesvol zijn. Dus dan moet je misschien wel geld verdienen. Dan moet je uitgesproken standpunten hebben. Dus dan moet je ineens wel met politiek bemoeien. En dan moet je niet zozeer uitzonderlijk zijn als wel herkenbaar. Dus ook onze verwachtingen over die schrijvers zijn veranderd? Die schuiven, ja. En laten we een enorme sprong maken in de tijd en ook in type auteur. Bijvoorbeeld, die kennen we natuurlijk ook allemaal, Kluun. Dat zou iemand zijn die is nu natuurlijk heel succesvol. Maar eind 19e eeuw zou dat niet hebben gewerkt? Het is een beetje de vraag of het nu werkt, maar Kluun zou... Even los van wat we allemaal vinden van zijn boeken. Nee, maar Kluun zou eind 19e eeuw zeker niet meegeteld hebben, want dan zouden ze gezegd hebben dat is een beroepsschrijver die schrijft om geld te verdienen. En wat Kluun zelf nu, ik heb in mijn vorige boek een hoofdstuk aan Kluun gewijd, dus ik heb me er wel degelijk in verdiept. Die is iemand die dat beeld van de schrijver als iemand die succes moet hebben. En dat Precies. Succes ook betekent dat je boeken kwaliteit hebben. En dat heeft hij heel erg de wereld in geholpen. En dat gaat dus een lijnrecht in tegen dat eind 19e eeuwse denken over het schrijverschap. Dus het is wel een heel mooi voorbeeld waar je aan kunt zien dat het gedraaid is. Ja. En tegelijk, we zijn natuurlijk ook om te vertellen, hoe gaat het er nou aan toe aan zo'n universiteit? Hoe werkt dat nou, onderzoek doen? Heel veel mensen kennen misschien medicijnonderzoek, kunnen ons allemaal iets bij voorstellen. Hoe werkt dit type onderzoek wat dan geleid heeft tot jouw boek? Hoe pak je dat aan en hoe blijf je toch een soort van de objectieve wetenschapper die niet ook zijn eigen smaak en voorkeuren mee laat wegen? Is dat lastig? Dat zijn drie vragen tegelijk. Laten we met de eerste beginnen. Hoe pak je het aan? Beginnen. Literatuurwetenschappelijk onderzoek begint vaak bij bronnen en bij teksten. Dus als je voor zo'n boek als dit, ik denk dat in het register wel 300-400 romantitels genoemd worden. Dus dat moet je allemaal lezen, bekijken en ook heel veel lezen over schrijvers. Dus je bent eigenlijk heel veel met andere teksten in de weer om daar je eigen narratief van te maken. En dat probeer je, ik zou zeggen, niet objectief te doen, want ik geloof helemaal niet in het bestaan van objectiviteit. Maar je probeert dat natuurlijk wel zo afgewogen te doen en zo transparant mogelijk. Hè? Dus je moet, denk ik, heel expliciet zijn over die momenten waarop jij keuzes maakt, waarop jij interpretaties aanbrengt, zodat lezers kunnen zien, dit zijn de textuele feiten en dit is wat deze wetenschapper ervan maakt. En dan had je nog een derde vraag. Of het soms ook meespeelt. Hè? Je gaf al aan, ik ben misschien wel een beetje verliefd geweest op Mulis. Dat vind ik een fantastisch schrijver. Misschien vind je Kluun als schrijver minder interessant of minder boeiend, dat weet ik niet. Maar speelt dat soort dingen dan mee? Moet je jezelf dan af en toe een beetje tot de orde roepen? Je moet daarvan bewust zijn, denk ik. En afgelopen zaterdag stond er, misschien hebben mensen dat gezien, in de Standaard een recensie van dit boek. En daarin werd ik Vlaming blind genoemd. Dus Vlaming blind? De recensent vond dat er te weinig belangrijke Vlaamse auteurs in stonden. Terwijl ik naar mijn gevoel eigenlijk wel had geprobeerd om dat gebalanceerd wel te doen. En daar zit dus ook in dat je toch, ook als je er niet bewust bent, zitten er toch elementen van je eigen normativiteit komen in zo'n boek terecht. Op andere terreinen ben ik daar bewuster mee omgegaan. Dus ik heb
En dat schreef die recensent gelukkig ook in deze literatuurgeschiedenis. Heel veel aandacht besteed aan vrouwelijke schrijvers. Ja. Heel veel aandacht besteed aan auteurs van kleur die normaal gesproken buiten de literatuurgeschiedenis vallen. Maar je moet je dus altijd bewust zijn van die normatieve dingen die altijd meespelen als je onderzoek doet. Dat is tegelijk ook wel een mooi bruggetje, want je geeft al een aantal voorbeelden. Hè. Je ziet ook dat die mythes er wel toe leiden dat we ook constant een beetje op zoek gaan en een bepaald beeld in stand houden. Ja. Jij noemt zelf bijvoorbeeld Hella Haase als voorbeeld van een kwalitatief uitstekende schrijfster die toch niet bij de grote drie hoort. Of ja. Hè, als mensen beginnen over Mulis en dat soort mensen. En dat is eigenlijk ook de tragiek van die mythes. Nee, absoluut. Ja, dus ik heb dit boek geschreven. Ook op verzoek van de uitgever, hè, schrijven een literatuurgeschiedenis op basis van dat schrijverschap. En als ik alleen maar die grote belangrijke mythes had geschreven, dan was het een palet van witte mannen geworden. En ik was me van meet af aan bewust dat ik dat niet wilde. Maar dat betekent ook dat je dus ook moet zeggen, ja, die mythes zijn er, die mythes die zorgen voor succes, maar wat onttrekken ze aan het oog? Hè? En Hella Haase is daar een heel mooi voorbeeld van. Het is echt een heel groot auteur, gelukkig ook veel prijzen gekregen. Maar ze was niet zo manifest in de media als Mulis, Reven en Hermans waren. Dus die werd er dan nooit toegerekend. Terwijl de kwaliteit van het werk zou dat absoluut terecht zijn geweest. En ik heb geprobeerd dat in mijn boek een klein beetje te rehabiliteren door dat hoofdstuk over grote schrijvers met haar te beginnen. Precies. En hoop je dan ook dat jouw boek misschien een klein zetje richting een verandering tuurlijk, daarvan? Zeker, ja. En hoe zou dat eruit kunnen zien? Hoe zou de mythe, zeg maar, als we een beetje vooruit gaan kijken? Ik denk, volgens mij zou het gezond zijn voor onze samenleving als we dat beeld wat meer gaan omarmen met elkaar. Ik denk dus die conventies hè, van belangeloosheid en uitzonderlijkheid, daarvan zie je wel dat die in het huidige tijdsgevricht gewoon steeds minder goed werken. En dat is eigenlijk wat ik heb willen meer laten zien dan willen beijveren. Maar ik verwacht wel dat de komende jaren dat we ander soorten schrijverstypen gaan zien. En dat daar bijvoorbeeld het maatschappelijk engagement, je met de wereld inlaten, een wereld die natuurlijk niet bepaald de goede kant op gaat. Dat we dat de komende jaren van schrijvers wel meer zullen gaan zien en dat we dat ook nodig hebben. Ja. Dat is, hoe kijk je in dat licht bijvoorbeeld? Dat is ook natuurlijk, jouw boek gaat vooral over Nederlandse schrijvers hè, en wellicht dus nog een beetje Vlaamse, maar in ieder geval geen Engelse. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar een auteur als J.K. Rowling? Die heeft natuurlijk prachtige boeken geschreven, hele generaties zijn er gek mee, hebben aan het lezen geslagen, noem maar op, met Harry Potter. En tegelijk, als je het hebt over engagement, dat heeft ze ook. Maar ook weer in een hoek wat bij heel veel mensen ook weer weerstand oproept. Hoe kijk je met deze bril naar haar? Ja, dat is echt een mooie vraag. Wat ik het tragisch van J.K. Rowling vind, is dat haar werk omarmd wordt door een generatie, de generatie waar mijn eigen dochter toe behoort. Die zijn opgegroeid met dat werk. En dat zijn ook jongeren die op internet hele enorme boeken met fanfictie in de geest van Harry Potter schrijven. En die zitten op een ideologisch totaal ander spoor dan hoe de auteur zich op dit moment positioneert. En op een bepaalde manier vervreemdt die auteur door die extreem complexe positionering, die vervreemdt het publiek van. Dus er zijn mensen die wel van haar werk houden, maar niet van de auteur. Er zit een hele raar schisma in. Ik zou denken, vanuit een soort mediatheoretisch perspectief, not well played, had je beter kunnen doen. Anderzijds, als je iets vindt en je zegt het, dan moet je dat ook kunnen doen. Maar ik vind dat een heel ingewikkelde spanning. En een interessante casus ook. Daarom wel een interessante casus. Ja. Maar ik heb hem niet onderzocht. Hè, dus nee, precies. Laten we anders nog even terug naar Nederland. Wie is nou bijvoorbeeld nog een schrijver die je ook wel hebt onderzocht in de zin van erover geschreven, maar misschien nog niet zelf gesproken? Wie zou je bijvoorbeeld zelf wel eens willen interviewen om de mythe verder te ontrafelen? Ik had heel graag Aniel Ramdas willen interviewen. Dat kan niet meer. Maar dat is een auteur die in 2010 schreef hij de roman Badal. Waarin hij op een heel intense manier reflecteert op de verkiezingswinst van de PVV. Hij gaat naar Venlo, gaat kijken naar wie zijn eigenlijk die mensen die erop gestemd hebben. Dat boek is destijds niet zo heel goed ontvangen. Was destijds al een interessant boek. Maar juist afgelopen jaar heb ik dat zo'n actueel boek gevonden, omdat daar vragen worden gesteld waar wij vandaag de dag mee rondlopen. Dus als jij zegt van wie zou je nog willen spreken, dat zou ik een mooie kandidaat vinden. Ja. En zo dadelijk ga ik natuurlijk ook kijken of er in de zaal nog vragen zijn. Ik kreeg ook nog alvast van tevoren van iemand een ingefluisterde vraag. Die vroeg zich nog af, hoe kijkt Sander eigenlijk aan naar dat debat over ontlezing? Hoe krijgen we onze kinderen weer aan het lezen? Want dat zit er mogelijk, hè? Jouw liefde voor het lezen zien we hier natuurlijk ook in jouw boek terug.
Ja, dat is een hele belangrijke. Stap 1, serieus nemen. Dus dat betekent geen 21% BTW op boeken. Laten we daarmee beginnen. Nou, actueel thema te pakken. Dus dat is dan alvast een boodschap aan de regering. Die gaan zich daar overigens niks aan gelegen laten liggen. Het is wel gezegd en het is niet onopgemerkt gebleven, zou een grootschrijver zeggen. Yeah. Maar dus beseffen dat we een enorme leescrisis hebben. Dus het is niet alleen ontlezing, maar het is een leescrisis. Onze kinderen kunnen niet goed meer lezen. En dat is een democratische crisis, want ze kunnen zich dus ook niet goed democratisch oriënteren. Dat betekent dat we daar in ons hele onderwijs, en in het bijzonder in het schoolvak Nederlands, heel hard werk van moeten gaan maken. Er worden nu nieuwe eindtermen gemaakt voor dat schoolvak, nieuwe kerndoelen, nieuwe eindtermen, die gelukkig veelbelovend lijken. Dat moet ook wel echt zo blijven, die moeten ook als zodanig ingevoerd worden. En daarna moeten er weer heel veel leerlingen gaan besluiten om Nederlands te gaan studeren. Want we hebben ook leraren Nederlands nodig die dat vak dan weer kunnen geven. Dus we hebben een lange weg te gaan. Maar we moeten daar een hele belangrijke agenda van maken. Ja. Nou ja, hopelijk is jouw boek ook weer een zetje daar in de goede richting. Om mensen ook weer voor de literatuur en de schrijvers te interesseren. Heb je voor nu, want ik ga zo dadelijk naar de zaal toe. Heb je voor nu even kunnen vertellen wat je wilde vertellen? Zeker. Of is er iets waar je zegt, dan wil ik toch nog wel eventjes kwijt. Voor nu is het goed en anders horen we het straks nog wel. Ja, aan u, lieve mensen, jullie mogen ook reageren, je vragen stellen, je feedback geven of u het interessant vond of niet. En u mag me ook altijd wegsturen, dat weet u. Maar wat vond u van wat u heeft gehoord? Oh. En u mag me wegsturen, nogmaals, maar ik ben altijd gewoon nieuwsgierig en benieuwd hoe het verhaal hier is geland. Interessant verhaal. Ik denk, je noemt Helle Hazen. Misschien zou je nog een schrijfster kunnen noemen die je nu ook meer ontdekt hebt. En die je ons zou willen aanraden. Ja. Mogen we misschien iets meer licht ook? Dan kunnen Sander ook de mensen een beetje zien. Ja, precies. Ja, geweldige vraag. Mag ik er 3 noemen? De grote 3. Ik ben nu zelf heel erg met Lieke Marsmans werk bezig. Met een van mijn promovendi. En dat is haar poëzie. Haar helaas maar enige roman. Is fenomenaal. We hebben laatst Ninja Weijers de Dupron-prijs gegeven. Voor echt geweldig boek Cassandra, moet u allemaal lezen. En dan graag Karen Amat-Moekrim, de biografe van Ilnie Ramdas. Een fenomenale biografie geschreven, maar ook zelf een heel belangrijke auteur. Dus dat zijn zo 3 auteurs die ik iedereen kan aanraden. Mooi, mooi. En met alle 3 bekend? Ja. Nee, bekend. Ja, precies, precies. Heel goed. Andere vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen mogen natuurlijk ook, verwonderingen. Ja, nou, ik vond het fantastisch interessant. En ik wilde toch even terugkomen, ook al heb je haar niet bestudeerd, maar op J.K. Rowling. Kunnen we de schrijver, hè, dat is ook een artiest, loszien van het werk? Ja. Mooie vraag. Dat is een vraag naar het hart van de literatuurwetenschap. Nee, dat is helemaal, daar moet je zeker geen zorgen voor zeggen. Ik denk ja en nee. En dus ik denk, analytisch gezien, kan een tekst los bestaan van wat een auteur ermee bedoeld zou hebben. Die tekst is in de wereld en lezers gaan daarmee aan de gang en doen daar hun eigen ding mee. En deze casus is daar volgens mij een heel mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd laat de casus ook zien dat wat die auteur buiten dat boek aan het doen is, toch wel degelijk zijn weerslag heeft op hoe die lezers zich tot zo'n boek verhouden. Dus dat betekent niet in de zin van direct, je leest zo'n boek alleen maar om te weten wat de auteur bedoeld heeft. Daar zou ik absoluut geen voorstander van zijn, maar het mediagedrag van de auteur heeft wel een sterke invloed op hoe mensen naar dat werk kijken. Dus die interacties tussen 2 dingen. Ja en nee eigenlijk. Dat is een echt wetenschapsantwoord. Ja en nee. Bent u tevreden? U mag uiteraard. Ja, het is ook een juridisch antwoord. Ja, ik kom straks ook terug nog even. Ik zag volgens mij hier ook nog vinger, klopt dat? Ja. Ik vroeg me af, J.K. Rowling, die is ook als activist bekend. En dat geldt ook voor Tommy Wieringa, bijvoorbeeld aan de andere kant. Ik had het idee, maar misschien heb ik dat verkeerd, dat vroeger veel meer humor ook aanwezig was. Reven, Moelis, maar ook Hermans die niet kon bijkomen van het lachen om de god denkbaar de god bijvoorbeeld. En is dat ook een soort mythe die is veranderd van wat er wordt vereist van de schrijver door de loop der tijd? Ja, mooie vraag. Daar is echt wel iets veranderd. En humor en schuinstreep, ik zou misschien zeggen, als je bij Reven en Moelis, dan denk je vaak aan ironie. Hè? Dus zo'n literair spel spelen van ik zeg het ene, maar ik bedoel tegelijkertijd ook het andere. En dat doe ik in een tekst, hè, zoals Reven dat kon doen. Maar dat doe ik eigenlijk ook als ik in de publieke ruimte ben. Dat is in het hedendaagse medialandschap veel moeilijker geworden. Ik denk omdat de notie van authenticiteit daar zo sterk in is, dat ironie wordt eigenlijk vaak niet meer zo goed gepakt, zou je kunnen zeggen. Op sociale media ook niet. Plus dat die vorm van ironie die je bij mensen als Reven ziet,
gek genoeg nu vooral door rechtsgeoriënteerde politici wordt ingezet. Op een manier die we misschien liever niet zouden willen, of ik althans niet. Maar dat, dan moet je als schrijver eigenlijk iets anders doen. Hè? Dus dat is ook op een bepaalde manier verschoven. Dus ik heb dat niet bestudeerd, heel intensief, maar dat is een heel interessant fenomeen wat daar aan de hand is. Maar die observatie dat verschoven is, die lijkt me helemaal terecht, ja. Zijn er nog andere observaties overigens, die zie ik nu ook wel vaker gebeuren, of juist minder vaak dan vroeger? Want we hebben hier bijvoorbeeld het over... Ja, het is maar even gewoon... ik kom even ik niet overval. Nee, dat maakt niet uit hoor, maar dank daarvoor. Ik loop eventjes naar achteren. Sorry dat ik om de camera heen ga. Even kijken aan deze kant. Ja, kom ik even bij langs. Heel goed. Hey, goedenavond. Het ging ook even kort over de onderlezing. Ja. Een nieuw programma wordt opgesteld voor het vak Nederlands. Waar ik benieuwd naar was, wat ook soms in die discussie wordt genoemd, is dat middelbare scholieren het niet leuk vinden om te lezen, omdat ze dat reed ik mezelf ook, de leeslijst, heel veel dingen mogen daar niet op, zoals buitenlandse boeken die er vertaald zijn in het Nederlands. Terwijl, ja, dat ook men zegt, ja, misschien is die Nederlandse literatuur gewoon best wel saai. Dus ik ben benieuwd, wat denkt u daarvan? Zou dat bijvoorbeeld moeten, dat we ook zeggen van vertaald buitenlands werk moet gewoon nog op laten zetten op de leeslijst, zodat men het lezen leuk gaat vinden? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Maar ik wil eerst een paar dingen zeggen. Nederlandse literatuur is niet saai. Ik dacht van, dit is blasfemie van Sander. Dus dat wil ik wel even hardop gezegd hebben, want de Nederlandse literatuur zit vol met parels. Alleen die moeten we ook af en toe op een goede manier aan onze leerlingen opdienen, denk ik. Het tweede is de gedachte dat er op middelbare scholen een leeslijst is waarvan alles op moet en heel veel niet op mag. Die is ook niet helemaal correct, want leerlingen mogen heel veel kiezen en heel veel dingen lezen. Soms ook wel meer dan maar eigenlijk lief is. Maar toch even dan maar het punt wat meneer maakt. Klopt dat wel? Maar wat er natuurlijk niet op mag, is vaak vertaalliteratuur, want dat is geen Nederlandse literatuur en het schoolvak heet Nederlands. Dus mijn standpunt daarover is eigenlijk ook weer een beetje genuanceerd. Ik zou eigenlijk vinden dat leerlingen, nu moeten leerlingen op het VWO 12 boeken lezen en op de HAVO 8. Als we dat eerst eens gaan verdubbelen naar 16 en 24 en daar dan ongeveer een kwart van vertaald met een kwaliteitskader erbij, dus niet allerlei populaire Engelse dingen, maar literatuur, dan zou het van mij wellicht mogen. Je bent een geslepen onderhandelaar eigenlijk. Hè? Dus je gaat het aan de ene kant vergroten en dan aan de andere kant geef je ook nog even wat terug. Ik heb die onderhandelingen ook concreet gevoerd. Dus precies. Mooi, ben je tevreden met dat antwoord? Je mag uiteraard reageren hoor. Ja, dat mijn eerste gedachte erbij is, dan geef ik dat juist daardoor. Heel veel leerlingen denken, Nee, maar dat is ook, Even voor de mensen die thuis meeluisteren, dat is een hele belangrijke mythe. Het punt even herhalen. Hij zegt van, ik ben juist bang, Jans, hebben mensen thuis niet gehoord straks voor de opname. Ja, ik ben bang dat hierdoor mensen nog minder gaan lezen, hè, als we dus meer boeken gaan komen. Ja. Nee, dus een heel belangrijk punt is de gedachte dat leerlingen niet meer van lezen houden door de leeslijst, dat is een onwaarheid, dat is een mythe. Niet de schrijversmythe, maar gewoon een onderwijsmythe. Leerlingen houden minder van lezen omdat ze veel minder goed kunnen lezen. Dus boeken zijn al heel vaak te moeilijk voor ze. Dus als we daar iets aan willen doen, moeten we beginnen met ze weer leren lezen. En dat begint met technisch lezen op de basisschool. En daar moeten we veel meer energie in steken. En ze dan langzaam maar zeker ook moeilijkere boeken leren lezen. En dan krijg je al die ruimte om die dingen wel te doen. En als je dat niet op die manier gaat doen, dan gaan ze vooral dingen lezen die ze toch al leuk vonden. Daar worden ze vaak geen betere lezers van. Dus dan moet je, dat heel is goed. Complex. Ja, dank. Laatste vraag aan deze kant. Ja, even los nou van het onderwijs. Maar als je nu eens wat breder trekt. Ja, we zitten niet alleen in Nederland. We zitten in Europa. Het speelt heel erg nu. En er worden veel boeken over Europa geschreven. Literatuur, romans. Ook uit andere Europese landen. Ik denk dat het juist heel goed zou zijn om die vertalingen te lezen, misschien niet alleen kinderen, ik weet niet of het daar ver voor weg staat, maar gewoon mensen, in het algemeen Europeanen, zodat je ook elkaar wat beter begrijpt. En je niet per se Nederlander hoeft te voelen, maar ook Europeaan kunt zijn. Dus het wat breder dan alleen maar dat Nederlands. Zouden we daar naartoe? Ligt daar een... Ik vind het een mooi pleidooi. En ik denk, zoals ik net zei, als we de kinderen meer laten lezen en daar een deel van dit soort type boeken, zou ik daar een groot voorstander van zijn. Maar we hebben dat schoolvak Nederlands ook voor ons eigen Nederlandse literaire erfgoed.
En als we daar geen zorg voor dragen, dan verdwijnt dat. En die zorg is in Nederland al vrij groot, want dat erfgoed is vrij onbekend aan het raken. Dus daar moeten we ons toch ook een beetje hard voor maken. Maar die Europese gedachte, zeker met de verkiezingen van donderdag in het vooruitzicht, onderschrijf ik van harte. Mooie gedachte, ja. En tot slot, ik heb altijd de grote eer al de boeken van tevoren ook netjes te krijgen. Ik heb genoten van je boek. En het leuke is ook, ik vind het allemaal ook weer leuk om het aan iemand door te geven. En dan mag jij bepalen. Wie zeg jij van, nou, dat vond ik zo'n leuke vraag, prikkelend of noem het maar op, die krijgt mijn boek. Ja, dat is oneerlijk. Oneerlijk. Je mag niet in overleg, want je bent de enige. Geef hem aan de laatste spreker. De laatste spreker, ja, dat vond ik eigenlijk ook al. U krijgt een hartelijk applaus en een mooi boek van Sander. Kijk er eens. En Sander, nogmaals, alles kunnen zeggen voor nu wat je graag wilde zeker zeggen. Dan krijg jij nogmaals een heel groot applaus. Dankjewel, Sander Baks.